Jos, ik heb heerlijk geslapen in de bed and breakfast. Ik heb even wat andere kleding aangetrokken. En uh, ik had afgesproken met je dat je nog even een mooie foto van je maakt. Want dat is uiteindelijk jouw professie, dat is jouw beroep. Ja, dat klopt. Dus ik vind het ook erg leuk om, een, uh, om dat te combineren. nu ik de bed en breakfast erbij heb. En ik kan daarbij ook nog uh, portretten, uh, fotografie-sessies of uh, workshops aanbieden. Want dat doe ik ook. Ja, allemaal vanuit diezelfde boerderij, hè? Want je woont hier, je werkt hier, je bent fotografe. Je hebt hier je bed and breakfast. En allemaal op dat stukje historische bos. Ja, dat klopt. Zeg, dus het... ik, heb, uh, ik heb natuurlijk wel een klein beetje mijn huiswerk gedaan. Oh ja. Je vertrouw. bent op jou geweest ook, hè? Met het Koninklijk Huis. Je hebt zelfs toen Koningin Beatrix gefotografeerd en nog niet zo heel lang geleden. Uh, de koning, ik weet niet of hij toen al koning was, maar Willem-Alexander. Toen was hij nog prins, want hij was uh, in Vietnam. En uh, nou ja, toen had ik de eer dat ik hem 2,5 dag mocht volgen. Dus dat was, vond ik een bijzondere ervaring. Leuke vindt? Uh, ik... of, of heb jij ook een beroepsgeheim? <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik eerlijk gezegd niet zo voor het koningshuis was. Maar toen ik zag hoe serieus hij bezig was, ben ik hem echt gaan waarderen. Kijk, ja. zeg je hoeft niet speciaal vorstelijk te zijn om een foto te laten een portret te laten maken? Toch, nee, zeker niet. Dat kan uh, ja, gewoon mensen. Ik, ik vind het leuk om uh, Jan en alle man voor mijn camera te krijgen, of het nu uh, de directeur is van uh, Hyatt Europa, of uh, van uh, gewoon. Uh, een, Karakteri man, ja, een karakteristieke kop is natuurlijk wel mooi meegenomen. Ja, dat is natuurlijk wel het fotogenieke. Maar wat ik zelf ook. Heb je vandaag geluk? Heb ik geluk, hè? Ja. Nou, de eer om uh, jou te mogen fotograferen. Nou, schei uit, zeg. We gaan het dus eventjes niet over het portret hebben, want dat, daar komen we zo meteen op terug. He, natuurlijk voor de familiekiekjes, uh, Profielen voor bijvoorbeeld social media. Uh, de directeur die eventjes uh, goed uitgebreid in beeld komt vanwege een mooi interview. Maar je doet eigenlijk veel meer. Eh, binnenhuis, eh, fotografie, architectuur. Wat heb je gedaan in de loop van de, van de jaren? Um, nou, ik ben begonnen vooral voor uh, tijdschriften. Eerste jaren interieur. Daarna ben ik meer uh, toch de portretten, beauty, lifestyle. Voornamelijk voor tijdschriften, of magazines. Uh, ja, toen kwam de tijd om naar het buitenland te gaan natuurlijk. Heb je hebt een tijd in Vietnam uh, gewoond? Ja, ik heb vier jaar in Vietnam gewoond en vijf jaar in uh, Maleisië. En daar ook uh, spannende dingen gedaan en uh, nou, gereisd. Bergstammen gezocht, 54 bergstammen. Dat voor een boek. Moet het toch allemaal in jouw kopie dan nu uh, voorkomen? Wat heb je veel beleefd dan? Je neemt het wel mee. Ik bedoel, ik weet dat de fotograaf natuurlijk op, op, op elementjes gespitst is en die moet jij onthouden hebben. Ja, nou, dat vind ik ook bijzonder, dat, dat ik dat allemaal meegemaakt heb. En ik vind het ook leuk om ja, toch wel divers te zijn en veel te doen en veel mee te maken, te beleven. Mensen te ontmoeten vooral, en dat kan met mijn werk. En dat vind ik uh, ja, toch wel een heel mooi, heel mooi stuk. Toch weer terug op, op je vertrouwde plekje. Hier, je bent twintig jaar geleden een, een bouwvallige boerderij om gaan bouwen. Tot ja, een fantastisch mooi iets. Daar hebben we het in deze uitzending al eerder over gehad. Dat hebben we hebben de Bed and Breakfast al gezien. Um, nu ben ik hier om een foto te laten maken. En ik, ik, heb, ik heb vandaag zo'n moed. Zo van, uh, ik heb een beetje een roze wolk moed. Oh, de roze wolk. Dan zal ik de roze achtergrond uh, Dat zou ook nog kunnen. Schrijn toveren. Ja, kost wel wat meer tijd. Als je de tijd hebt, ga ik het doen. En nou, anders, nou, ja, het, het, het we is. Je het nog een andere keer doen natuurlijk, maar dan ben je in een andere moed. Waarschijnlijk. Nou, dat, ja, precies. Eigenlijk wat ik wil zeggen is, is dat mensen denken altijd dat het zo even, even lekker makkelijk is. We gaan even in een hokje zitten, gordijntje dicht, 4 euro erin en we hebben een pasfoto. Maar dat werkt hier niet zo. Nee. En, en dat zien we nu ook in de beelden. Dat, dat, dat echt fotografie, dat is hard werken. Ja, dat klopt. Ik wil sowieso gewoon een mooi portret maken waar de geportretteerde blij mee is, want daar gaat het om. En als hij iets in zijn hoofd heeft, probeer ik eraan te beantwoorden. Maar ik heb natuurlijk mijn ideeën ook over en de techniek. En, uh, en ik ben niet zo gauw tevreden. Het moet gewoon wel goed zijn. Perfectionist? Ik denk het wel, ja. Perfectionist? Ja, ik ben een perfectionist. <laughs> Kijk, en je hebt nog een wens. die vind ik ook wel heel erg leuk. Ik heb nog een wens. Ja, en ik weet wat die wens is. Ik heb het in het grote boek gelezen. Oh. Zal ik het zeggen? Ja. Je hebt namelijk een wens om zoveel mogelijk honderdjarigen uit een bos te fotograferen. Oh ja, dat klopt. Ja, ja, nou, dat zou ik heel graag doen. Ook omdat, uh, ja, oudere mensen vind ik bijzonder. Die zijn natuurlijk vaak heel erg zichzelf. En om daaruit te halen, uh, nou ja, hoe ze zijn. Maar dat hele leven wat ze al geleid hebben. Om dat eigenlijk in één portret in beeld te kunnen brengen, lijkt me... Nou, een geweldige opdracht, dus daar zou ik wel een boek over willen maken. Ja. Een boek met foto's van honderdjarigen in deze regio? Ja. Doe ik mee? Ja. ja niet dat ik honderd ben, maar ik Allee. vind het wel leuk om aan zo'n zo opdracht uh, toch een, een steentje bij te dragen. De mensen te zoeken, een stukje redactioneel, zorgen dat je terecht kunt. Ja, meestal zijn ze natuurlijk niet zo heel erg mobiel. Maar ik denk in de eigen le leefomgeving dat het wel mooi is. Maar ja, daar moeten we het nog een keer over hebben. Daar zullen we het nog eens over hebben. Ja, want dat is misschien wel een lang project, hè? Weet ik. Maar geen honderd jaar. Geen honderd jaar. Nee, zullen we zullen nee. dus beginnen met, met een foto van mij. Dan komen we nog een andere keer terug om echt, een, echt gewoon wat, wat meer tijd te hebben. Uh -huh. Maar ik wil nu wel eventjes op de foto gezet worden door uh, Jos de Groot, nou. fotograaf van de Herve. Nou, graag, gaan we doen. Oké. Okay.